100 jaar geleden. Christiaan Huygens. Christiaan Huygens werd geboren in Den Haag. Zijn vader, Constantijn Huygens, was een bekende dichter, maar zijn moeder had belangstelling voor natuurkunde. Christiaan leek op zijn moeder. Ingewikkelde machines en moeilijke rekensommen vond hij prachtig. Toen hij nog klein was, noemde zijn vader hem al vol trots mijn kleine Archimedes, naar de wereldberoemde geleerde uit de Griekse oudheid. Christiaan Huygens werd zelf ook een wereldberoemde geleerde, net als Archimedes. Tot in onze tijd is zijn naam bekend en nog niet zo lang geleden werd er een krater op Mars en een berg op de maan naar hem genoemd. Er bestaat zelfs Huygens software voor computers. Huygens was de uitvinder van de beste sterrenkijker en de beste klok van zijn tijd. Het slingeruurwerk van Huygens kon de tijd precies meten en daardoor werd het mogelijk de snelheid van het licht te berekenen en dat was weer van belang voor de sterrenkunde. Huygens bedacht naast zijn grote uitvindingen ook heel gewone dingen die het leven leuker maakten, zoals een betere vering voor de akelig schokkende koetsen, het eerste draagbare zakhorloge en de toverlantaarn. Zo werd de 17e eeuw door de uitvindingen van Christiaan Huygens niet alleen voor de handel, maar ook voor de wetenschap een gouden eeuw. Wat is volgens jou de belangrijkste uitvinding van deze tijd? De telefoon. De mobiel. Daardoor kan je nou met elkaar communiceren. Ja, daar kan je mensen mee bereiken uit andere landen ook bijvoorbeeld. Machines vind ik heel erg belangrijke uitvinding. Want alles gaat nu veel sneller en beter. De elektriciteit. Want die zorgt dat er ledlampen zijn en zo. En de stopcontacten werken en de klok werkt. De klok vind ik ook heel handig. Omdat zeg maar wel je leven bepaalt hoe je leeft. En welke tijd zeg maar. De televisie. TV vind ik een hele belangrijke uitvinding. Want je kan nu ook alles zien. Over de hele wereld. En de auto's zijn heel handig. En het internet. Valt er nog veel uit te vinden volgens jou? Ja, ik denk wel dat we verder kunnen hoor. Er is wel heel veel mogelijk nog. Nou, wat niet kan worden uitgevonden is een tijdmachine. Nee, ik weet niet echt precies of dat mogelijk is om uit te vinden. Nee, dat denk ik niet. Het is een beetje fantasie. Ik denk wel dat er nog meer uitgevonden kan worden. Maar er zijn al zoveel dingen. Ja, ik zou niet weten hoe je dan nog op één ding komt, wat je dan moet maken. Wat die uitvindingen zijn, dat weet je niet, want dat zijn uitvindingen. Wat zou jij willen uitvinden? Een fiets met een richtingaanwijzer. Schoenen waar je mee kunt zweven. Een opruimmachine die mijn kamer opruimt. Een milieuvriendelijke benzine. Een vliegende auto. Een prullenbak die al het afval laat verdwijnen. Een machine waarop je kan zien hoe je er later uitziet. Nou, een apparaat dat iedereen gelukkig kan maken. Welke uitvindingen lijken jou mogelijk en waarom?